Ik ben Koop Post, ik ben 47 jaar en in 2019 ben ik tweede geworden in het Run 033 klassement. Echt een favoriete loopplek heb ik niet. Ik loop gewoon om mijn huis heen en dan kan je een cirkel van 20 kilometer trekken. Maar de polder vind ik wel het mooiste. En wat ik dan meestal doe, ik kijk waar de wind vandaan komt. Zodat ik 10, 20 kilometer wind tegen heb. En lekker de laatste stuk wind mee heb. Dus we hebben westenwind, dan loop ik nog wat west. En komt de wind uit de oosten, dan ga ik Hoevelaar heen. En bijvoorbeeld waar we nu staan, hier aan de Eem. Dat is een plek waar ik ook heel vaak loop. Je komt lekker uit Amersfoort en vervolgens ga je de brug, je kan naar Soest, je kan naar Baren, je kan lekker je rondjes maken. En zeker nu met de coronatijd, we geen wijde baantrainingen hebben en de intervallen doe ik ook vaak hier aan de Eem. Omdat ze hier juist langs de Eem tussen Amersfoort en hier de fietsbrug hele mooie afstanden van 200-300 meter steeds op de weg gekalkt hebben. En dan kan je mooie intervalletjes doen van die afstanden. Ik ben een jaar of 10 geleden begonnen met hardlopen ik liep daarvoor wel eens af en toe een keertje, alleen bij mooi weer en hooguit één keertje per week. Ik voelde me ook niet lekker, ik was niet echt bezig en eigenlijk de ene sport die ik deed was studiosport op de bank. Dus ik ben begonnen met iets actiever en ook wat aan één patroon veranderd. Die kroketten in de kantine laten staan en die chips elke avond, die doen we niet meer. En ben gaan lopen. Nou, het werd één keer, twee keer per week. En de eerste keer dat je 5 kilometer achter elkaar loopt, dan ben je al blij. Dat ging best wel goed en steeds beter. En 2 keer per week en 10 kilometer dan af en toe nog hier een wedstrijdje meelopen. Of één weer klaar loopt. Dat is bij mij lokaal. Jammer dat die er niet meer is, zoals de halve loopt land. Dat is eigenlijk hetzelfde. En dat ging steeds beter en je wordt fanatieker en 2 keer per week. Je googelt wat programma's bij elkaar, wat schema's. En dat ging steeds lekkerder. Intussen liep ik hier al 40, 50 per week, dus dat werd meer. Mijn favoriete loop-evenement is de Florijnloop. Dat is eigenlijk vooral omdat het gewoon 10 enkels een mijl is. Ja, dat is toch wel mijn favoriete afstand. Dus. De afstand hij is sowieso speciaal. Hij wordt heel weinig gelopen. De meeste evenementen zijn of 10 of een halve marathon. Tenminste, de afstanden die ik leuk vind. En dat is ook mijn afstand waar ik het. Kijk, een marathon is ook heel leuk, maar 2 keer per jaar is genoeg. En die kortere afstanden kan je vaker lopen. Dus dat is gewoon mijn favoriet. Ik heb ook het idee dat ik daar het beste op ben, het snelste op ben. In 2019 heb ik heel veel evenementen gelopen van het Run 033 circuit. En juist die wedstrijden, dat stimuleert ook. Dus het is, een soort van goal, zeg maar een doel waar je naartoe loopt. Je kan ze niet allemaal vol lopen, maar toch als het 1-2 om 2-3 weken is, dan heb je steeds een soort doel van over 3 weken in een wedstrijd en dan train je daar naartoe. En dat stimuleert wel. En daarbij komt het allemaal dichtbij, dus meestal gaat de fiets of zelfs lopend naartoe. Ik zit ondertussen ook bij de Altis Masters en dat is eigenlijk gekomen omdat ik ook trainer ben bij Altis. En dat komt weer omdat eigenlijk mijn dochter en mijn 2 zonen allebei op atletiek hebben gezeten. Mijn dochter ondertussen niet meer, maar Benjamin en Samuel nog wel allebei. En ik ben ook trainer bij hun, met name ook de Mila, het lange afstand lopen. En dat stimuleert mijzelf ook, maar het is ook leuk om je eigen kinderen te zien lopen.